Leuk dat je kijkt naar deze video. En vandaag gaan we de winnaar van de Bukas Recuptekst bekendmaken. En dat is geworden, even kijken, Merel Bakker. Gefeliciteerd. We gaan Merel een e-mailtje sturen, dus daar hoeft ze alleen maar antwoord op te geven. En dan komt de Recuptekst deken naar haar toe. Voor nu veel plezier met kijken naar deze video. En vergeet niet te abonneren. En vind je het een leuke video? Doe wel een duimpje omhoog. Het is vandaag zaterdag 1 september en dan is het Internationale Parkendag, jawel. Een of ander park in Amerika, daar is een, is dit begonnen geloof ik. En als je de Apple Activity hebt, dan wijst die hier erop dat het vandaag Nationale Parkendag is. En als je dan 50 minuten gaat wandelen, dan doe je mee aan, ja de, nou ik wil het geen challenge noemen, maar dan doe je mee aan Nationale Internationale Parkendag. Dus wij dachten, achter de manege bombarderen gewoon tot park. Dan gaan we met de hond wandelen. Toen dacht Tess, ja dat is leuk. Maar waar je met een hond kan wandelen, kan je ook met je pony wandelen. Dus Tess die heeft een pony opgezadeld. En die wandelt op de pony. Of dat dan helemaal de bedoeling is, dat weet ik niet. Maar goed, maakt niet uit. Tess op de pony. En achteraan, daar, hebben we nog altijd weer met Alice. Want in een park lopen zonder hond is natuurlijk een beetje gek. Alhoewel wij een pony hebben om mee te lopen. Doe jij ook mee aan de Internationale Parkendag? Dan moet je dus op 1 september 50 minuten gaan wandelen. Dat gaan we nu doen. Ik heb mijn wandelapp aanstaan. Dan ga ik dus naar de 50 minuten. En in die tussentijd hobbelen vrolijk met het hondje en het paardje rond. Vroon die hoest nog omdat ze die longspoeling gehad heeft. Dan zit er vocht in de longen en dat moet eerst allemaal uitgehoest worden. Dus die is nog niet helemaal fit. Die krijgt daar ook medicijnen voor. Dus die staat lekker op de wei. En Bel mag straks op de wei. Nou, wij gaan aan de wandel. Nou, Tess is al terug. Wij moeten nog op zoek naar de bal. Nou, we hebben de Park Challenge hebben wij volbracht. Volgens mij is het toch echt een challenge. Dus we hebben meer dan 50 minuten gelopen. Dat was een heel leuk, een keertje met Tess en Alice. Nou ja, een keertje op het strand hebben we het gedaan. Eigenlijk een hele fijne zaterdagochtendbesteding. Dus, nou, we hebben het gehaald. Kijk maar. Nou, we hebben ruim 70 minuten gelopen. En 5,3 kilometer, dus niet heel hard of zo. We hebben 142% voltooid. 1 uur 10 minuten. Ook nog grappig, 1 september van 10 over half 10 tot 10 voor 11. En het weer was 15 graden. Vochtigheid 79%. Hij zegt dat ik nationale parkenuitdaging. Je hebt een speciale medaille verdiend door een workout van minimaal 50. Workout van minimaal 50 minuten te voltooien. Kijk, Rebecca, 1 september 2018. Nou, dat is toch een leuk, dat is toch een leuke badge. We hebben al bedacht dat het net gras, water en een zonnetje is. Maar het kan ook gewoon een ei zijn met een eierdooier of zo. Goed, we hebben het dus gehaald. Ben benieuwd of jij het ook gedaan hebt. Laat het hieronder in de comments weten. Alice is er ook klaar mee. Ja, goed gedaan Alice. Beetje moe is ze volgens mij. Nou ja, nu mag ze weer uitrusten. Zo, Vroontje nog even in de stapmolen. Ze is morgen wel in de wei geweest. Maar het is, even kijken, donderdag is er natuurlijk longspoeling geweest. En gisteren heeft Kim er gelogeerd. Het was nog niet helemaal optimaal. Dus vandaag doen we ook nog eventjes met het dekentje in de stapmolen. En hopelijk dat we dan morgen maar weer voorzichtig kunnen proberen om erop te gaan zitten. Zondag en vanmorgen zijn we met de hond naar het strand geweest. Want de auto staat nog steeds in Italië. Dus paardjes konden niet mee. Buiten dat heeft Verona natuurlijk die longspoeling gehad. En dat was donderdag, vrijdag. Donderdag. En nu ga ik weer eens kijken hoe het is als ik erop zit. Ze heeft ook een paar dagen die pompjes gehad. Dus ik hoop dat ze nu met hoesten een stuk minder is. Hoewel er nog geen kuur of wat dan ook tegenaan gegaan is. Maar gewoon even kijken hoe het nu gaat. En dan ja, horen jullie straks hoe het rijden ging. Ik weet het eigenlijk niet. Ik ben benieuwd. Ze is wel zagrijnig. Ja. Ze ligt wel aan het eten, dat weet ik niet. Zo,
Nou, tijdens het poetsen geen hoesje en tegen het zadelen, of met het opzadelen ook geen hoesje. Dus dat is sowieso al heel fijn. We zijn nu een paar rondjes aan het stappen. Dan hoor ik ook nog steeds niks. Dus dat is voorzichtig positief. Ja, ik ga gewoon even rijden en dan kijken we daarna wel verder. Zo, nou, Verona heeft bij het galopperen nog heel even gehoest. Dus wel een paar kuchtjes, maar niet heel veel. Ook niet heel heftig, gelukkig. En nu even buitenom uitstappen. Even kijken hoe dat gaat. Maar 23 minuutjes gereden. Dus even 10 minuten uitstappen. En dan is het weer goed voor vandaag. Goed bezig, paardjes. Ik heb een paar vragen van jullie. Nee, niet van jullie, voor jullie. Voor jullie. En die heb ik van een kanaal af. Alles Goed TV. En ze gingen testen hoe slim Nederland was. En dat deden ze in Rotterdam. En ik wil jullie ook een paar vragen stellen. Dus, de eerste vraag is, wat is 2 plus 2 keer 2? Ik geef jullie even de denktijd. Mijn moeder heeft hier als het goed is, hier of hier, een van die twee, een i'tje neergezet. En dan kunnen jullie even stemmen. Dus zet de video heel veel pauze. Hebben jullie het gedaan? Hebben jullie hier gestemd? Nou, ik zal jullie het uitleggen. Het is 8, zou je denken. Nou, dat is het niet. Want keer gaat voor plus. Dus het is eigenlijk... je zegt 2 plus 2 keer 2. Maar het is eigenlijk andersom. Dus die keer en die plus gaan omdraaien. En dan is het 2 keer 2. Dat is 4 plus 2. Dat is 6. Dat is wel een echte insteek. Nou, de volgende. Nou, die zet hem op nummer 2, hè? Ja, nummer 2. Zo. Nou, oké. Okay. De volgende. Dat is... Even nadenken, wat was dat? Ja. Er zit een dode man in de trein. Er zijn twee eieren aan staan. Wat klopt er niet? Klopt de eieren niet? Die klopt wel. Of klopt de... Nou, weet je wat er niet klopt? Het hart. Oh ja, wacht. Mijn moeder gaat uit weer in. Dat betekent dat we even zo moeten. Dan moet je hem ook weer vasthouden, anders valt hij eraf. Zo, ik hou jullie lekker wat. Jantje, die moet heel snel van zijn moeder naar de supermarkt om eieren te halen. Waarom zeg ik eieren? Ik heb geen idee. Nou, hij gaat zo snel mogelijk naar de supermarkt. Hij doet er 160 seconden over. Hij doet er 180 seconden over. En hij gaat er nou ook weer net zo snel terug. Maar hij doet er dan maar 3 minuten over. Hoe komt het dat Jantje er nou zo laat is? Nou, dat weet ik niet. Ja. Nou, dat knippertje heeft dan heel goed aan, denk ik. 180 seconden is net zo snel. Nou, dat is. Dat is 3 minuten. Dus eigenlijk deden we hier precies dezelfde tijd over. Er staan 3 huizen in de fik. Eentje is van beton. De andere is van plastic. En de andere is van hout. De ambulance komt eraan. Welke blust die als eerst? Dan blijven we een pauze. Plastic, hout, meet, metaal. Metaal kan niet in de brand. Hout, afvalstoffen. Plastic geeft giftige stoffen. Maar hij blust geen van alle. Omdat de ambulance niet kan blussen. Dat kan alleen. Ik vind van wel, de ambulance die haalt gewoon even een emmertje. En dan met dat emmertje kan hij gewoon niet blussen. Dat duurt veel te lang. Dus maar niet uit. Ze gaan hun best doen om in ieder geval het gebeuren te redden. En ze hebben vast een brandblusser in de auto. Ah! Bedankt, ma! Alsjeblieft, kind. Oh, mama's! Woensdag, springdag. Testie heeft zo'n privéles bij Steef en ik ga springen met Verona. Eigenlijk zou Kimmetje gaan springen, maar die heeft ook nog een carouselles. Dus die kan niet op twee plaatsen tegelijk zijn, helaas. Dus ik ga met Verona even springen en zij gaat waarschijnlijk...
zondag met haar springen in de springwedstrijd voor het eerst weer sinds tijden. Dus ik ben heel benieuwd hoe het gaat. Hoesten gaat godzijdank een stuk beter. Ze heeft wat medicijnen ervoor en dan knapt ze altijd wel weer op. Inmiddels hebben we die longspoeling laten doen. Ik heb daar ook de uitslag van, maar ik wil daar iets meer over weten voordat ik dan op video uit ga leggen hoe of wat. Want daar zitten wat haakjes en oogjes aan. Verder niet heel erg hoor. Niet dat jullie gelijk allemaal denken, oh dat gaat heel erg mis. Nee, maar er zijn wel dingetjes waar ik eventjes wat meer over in moet lezen en wat meer over moet weten voordat ik er iets over wil vertellen. Of kan vertellen, dat is misschien het betere woord. Tess is klaar voor de springles geloof ik, soort van. Tatumi is zuster. Maar die ziet eruit alsof ze vandaag de zomer bereikt heeft. Ja, ja. Altijd. Altijd. Maar Tatumi heeft... Ja, ik ook. Ik moest de paarden buiten zetten. Ik ook. Ik moest op school. Ja, ik was de hele dag nat. En toen had ik met een jas aan in de klas gezet. Met 10 minuten. Oh, ik was wel mijn jas is nat. Dus Bel gaat springen. Ik ga ook springen, dus ik kan niet kijken. Sorry. Veel plezier. Ik ga ze zadelen zo, over een kwartiertje of zo. Daar geen beelden van springen. Dat komt omdat ik natuurlijk vlak achter Tess ging springen. En dan is het niet altijd even makkelijk om de camera er nog bij te hebben. Veron is even aan het uitstappen in de stapmolen. En omdat ze niet lekker geweest is, heb ik toch even die deken nog erop gedaan. Zodat ze minder spierpijn krijgt. Want we hebben de afgelopen dagen natuurlijk toch wat minder gedaan. En als een springles. Ik zweet, dus zij ook. Verder geen probleem hoor, want ze is verder prima. Maar dan is het toch lekker dat ze eventjes met een dekentje uit kan stappen. Tess heeft ook heel erg naar de zin gehad. Die heeft heerlijk privéles gehad. Maar ik moest Veron opzadelen en vandaag was gewoon een drukke dag. Dus helaas even geen beelden van. Maar jullie hebben ons wel heel vaak zien springen, dus zo erg zal het niet zijn. Binnenkort heb ik een clinic bij Jordi Wilkens. Op onze website staat de agenda, dus daarin kun je lezen wanneer dat precies is. Volgens mij de 20ste heb ik een clinic van Sander Gepkens. En dat is in Moordrecht bij de Zuidplasruiters. En dan de 23ste of zo denk ik. Die week ervoor, nou ik weet niet. Even op de website kijken en dan heb ik een clinic met Jordi. En dan gaat Tess ook in de clinic rijden, dus dat is best spannend. Voor haar de eerste keer, dat gaan we natuurlijk allemaal wel filmen. Hopelijk wil haar vader even mee om de camera vast te houden. En anders wil Christine dat vast wel eventjes voor ons doen. Dus dat gaan jullie binnenkort allemaal zien. Over een week of twee, drie denk ik. En ik moet naar de kaakchirurg. Die gaat er voor mij een kies uitslopen. Dus ik hoop helemaal genezen te zijn in Boekelo. Mocht dat niet zo zijn, rijden Kim en Tessa gewoon. En misschien nemen we nog wel iemand mee, dat weet ik nog niet. En dan blijft Verona voor een keertje thuis. En dan kan ik vast wel rondlopen en dingen vertellen. Maar ben ik gewoon misschien nog niet in staat om paard te rijden. Maar dat zien jullie dan wel weer. En verder, ja, er staat nog best wel veel op de agenda. Dus mocht je interesse hebben om te weten waar we zijn en wanneer we er zijn, dan kun je dat hieronder, zal ik even een linkje doen naar de agenda toe. En anders kan je gewoon kijken op www.hartvoorpaarden.nl en dan even bij agenda. Dan zie je waar, wanneer we zijn. Goed, het is inmiddels 8 uur. Dus tijd om de boel op te ruimen, naar huis te gaan en lekker te gaan slapen. Gewoon laten we eerst gaan douchen, anders stinken we zo in ons bed. Wij zijn dus weer heel erg blij, want wij hebben onze ruime, grote, heel veel trekkende auto weer terug. We kunnen weer met de trekker weg, yay! Dus onze lieve Ford Mondeo is weer terug. Ja, hij had uiteindelijk blijkbaar iets met een sensor en een filter. En als je dan in de bergen rijdt, kan dat... Nou ja. En dus moesten ze de sensor schoonmaken. Dat was alles. Dus we hadden er makkelijk mee naar huis kunnen rijden. Maar dat weet je niet van tevoren. Dus dat doe je dan maar niet. Ja. En ja, dan hebben we 3 weken van de auto gezeten ongeveer. 2 weken, 4 dagen. Nou, voor mij voelde het als 3 weken. Maar we hebben net een klein auto gereden. En nu kan ik gewoon helemaal mijn arm strikken zonder dat ik al bij de deur ben. Kijk toch. Ik kijk mama nog met jou. En wat me het meest opviel van in een kleine auto rijden, ik weet niet of dat überhaupt interessant voor iemand is, maar voor mij wel, is dat mensen heel anders reageren op een heel klein autootje in het verkeer dan op een grote auto. Met een klein autootje is het net alsof de rest van de mensen in het verkeer je helemaal niet serieus nemen. Dus, en met een grote auto blijkbaar wel. Met een grote auto is het eigenlijk stiekem makkelijker autorijden. Dus
dat is wel heel raar, maar wel waar. Dus als je een auto hebt, neem een grote auto. Dan neem je ze een beetje serieus. Nou, nee, dat zou ik ook niet doen. Want grote auto's zijn natuurlijk wel hartstikke duur. Ja. En het is dat wij een trailer trekken, want anders had ik ook geen grote auto gehad. Dan had ik ook een klein autootje gehad. Maar dat was het hele verhaal over de auto. Vandaag is zondag. Bella heeft vandaag vrij. Verona? Verona die heeft eigenlijk ook vandaag vrij, want die heeft gisteren een springles gehad. Daar heb ik toen niet gefilmd, maar wel even verteld hoe het was. En ja, ik denk van nou, vandaag hebben we wat, de auto was er opeens weer. Ik moest een aantal gesprekken voeren, ik moest een aantal rapportages schrijven. En kortom, toen was het ineens 5:30 en ben ik nog niet eens op de mees geweest en moeten we vanavond nog eten. En op tijd naar bed. Dus al die dingen bij elkaar zorgden ervoor dat Verona vandaag een extra dagje vrij heeft. Dat dus. Ja. Ga je mijn bel doen? Ik ga heel, heel, heel veel vrij doen. Wel leuk, want jij mag namelijk een kliniek gaan geven. Met Joyce en Megan. Ja. Nou, hoe en wat dat allemaal. Het is pas aan het eind van het jaar, dus dat stel ik tegen die tijd wel even. Maar ze gaat wel naar Jumping Achterhoek. Maar goed, 7 oktober zijn we bij de Military in Boekelo. En daar is een heel YouTube gebeuren. En ja, daar kan je heel veel meer over vinden op de website van Boekelo. Van Military. En dan is er nog heel veel meer dat we gaan doen. Maar dan kun je weer zien in de agenda. Volgens mij heb ik dat gisteren ook al verteld. Dus misschien vertel ik nu de kop. In welke agenda precies? Van Hart voor Paarden op de website www.hartvoorpaarden.nl. Dat is handig, dan weet je precies wat we doen. En waar we zijn. En we zijn ook vaak op evenementen of dingen die aan het gebeuren zijn. Zonder dat het geld kost om er binnen te komen. Dus dat is misschien ook wel leuk voor de mensen die het vaak te duur vinden. Om naar bijvoorbeeld een paardenjutjes live event of een ander evenement, betaald evenement te gaan. Ik ben vrij stressuur met belletje aan het doen. En tegelijkertijd ook schriktraining. Dus kan ik wel een stukje van laten zien. Kom, pony. Zo. We hebben hier in het midden een longeerzweep liggen. En mijn vest. En een pion. Hebben we nog. Een zadelhoes, hè Bel? En dan hebben we nog een peeskapje. Bel denk je, ja, mag ik er nu eindelijk uit? Nee, nog even meer laten zien. We hebben hier, Bel gaat alweer naar de uitgang. Nou ja, dan leid ik jullie ondertussen verder rond. Ik heb hier een dekje. Die kan ik zo hangen. Door die een beetje hangt. En zo waardoor ik erop kon zitten. Ik had hier een soort van magisch goochelding gemaakt. Ik kan het wel een andere keer laten zien. Alleen heb ik het nu al opgeborgen. Er kwam deze borstel uit. Ik heb hier een andere peeskap. En met die borstel had ik hier een spelletje gedaan. Ik heb hem hieronder gedaan. Dan denk ik zo. Hop. Ging Bel hier kijken voor een snoepje. Ik ga hem even je hele paddock versierd. Dat is schriktraining, ma. Oh, oké. Nou, als jij dan je schriktraining graag weer op wil gaan ruimen, dan zit je zo bij de auto. Nou, ik wil eerst heel even verder filmen. Oké. Okay. Heb ik hier een zweepje liggen? Ja. Niet de halsen gewoon goed vast doen met de halsen goed vast doen. Gevaarlijk. Kom, ga hem afdoen. Dan pak ik een paar lekkere snoepjes. Zet even de pony opzij. Bella. Bella, kom. Kom. Ik heb mijn snoepjes. Lopen we door water heen. Oké, zullen we een paar trucjes laten zien? Ja, die snoepjes zitten daar neer en die ga je niet pakken. De omarming. De die? Kijk,
Gewoon zo. Of niet? Vandaag niet. Gewoon zo. Kom. Daar. Kom. Zo ver als je kan. Kom. Kunnen we ook de buiging. Als ze hem vandaag wil doen. Want ze is een beetje klaar met alles. Maar nu. Ja. Nee. Hier komen. Snoepie. Nee! Ik heb er twee nodig. Zul je de buiging doen? Ik heb snoepjes in mijn hand. Kom! Kijk. Ah, kom hier! Oké, Bella wilt nu even niet meer. Dus krijg je geen snoepje. De meeste punten zitten met alle gemak. Nee, nu heeft ze niet zo'n zin in, helaas. Helaas, pindakaas. Ja? Wat? Jij wil het toch opstap nog? Echt? Nou ja, ik denk dat het hier ook op kan. Wat is dat? Dit is de opstapton. Dit is eigenlijk voor mensen, maar dan kan een aardappel kilo op. Hier. Kijk je uitkomstkamer alsjeblieft. Ja, maar jij mag het vasthouden. Ja, nou ja. Hier, zet hem maar ergens neer, dan kan je kijken of hij wel erop krijgt. Jongens, kijk. Dit is een opstapton. Tada! Hiermee krijg ik mijn pony er misschien op. Nou, geef de camera. Moet ik mijn moeder de camera geven? Dat wil ik niet, ik wil zelf vloggen. Mag ik even? Oké, pony, twee hassen op. We hebben van onze zadelmaker Susanna van Equibrillium deze opstapton ter uitproberen, testen gekregen. En toen vroeg iemand, is dat een opstapblok voor een paard? Toen dacht ik, nou, daar kan een volledig gewicht van een mens op. Dus misschien ook wel de twee voorbenen van deze pony. Want Bel weegt maar 300 kilo. Dus of er nou een zwaar mens in zijn uppie op gaat staan, of met z'n tweeën. Of dat er een paar ponybeentjes op kunnen. Dus we dachten, dat gaan we gewoon eens even proberen. Ik weet alleen niet of ze dat wil. Dus Tess die gaat, net als bij het paarden YouTubers live event, even kijken of ze wel zover krijgt dat ze op een blok wil staan. Alleen, in dit geval is het een ton. Je moet op een tonnetje gaan staan, Poppie. Nou, dat gaat waarschijnlijk wel even duren, dus ik zet hem wel aan als het erop staat, denk ik. Juist. Dus Susanna, je kunt het ook als opstapblok voor je pony gebruiken. Hey, nog één keertje beentje erop en dan gaan we morgen verder. Want 1, ik heb het koud en 2, het is inmiddels 7:15. We moeten er ook nog eten vandaag. Of niet alles vandaag. Oh, dat is wel heel keurig. Kijk uit. Niet met dat touw om je nek, Tess, dat is gevaarlijk. Oh. Kijk uit, want als ze omhoog komt, dan kan jij een hoef tegen je hoofd krijgen. Ga aan de zijkant staan. Bel, wat moet je toch allemaal goed vinden? Hoofd aan de zijkant, niet voor de schouder. Ik weet niet of dit een methode is hoor jongens, echt niet. En die Bel vindt het ook allemaal maar goed. Hey, beloon hem maar en dan morgen verder, ja? Je hebt nu een blok, dus je kan hem uit de trailer pakken. Ik moet nog heel verder. Nee. Totdat ze er zelf afstapt. Nee, je wil dat ze erop stapt. Ja, dat ook. Volgende keer, Tess, kom maar. Kun jij even ook in de trailer zetten? Ja, geef mij het blok maar. Volgende keer oefent Tessa verder op opstappen op een blok. Er zijn ook voordelen dat het koud is buiten. Dan kunnen moeders van pennymeisjes gewoon in de bar zitten en thee drinken. Terwijl kindjes in de bak aan het rijden zijn. Ook wel eens fijn. Vrijdag vandaag. Kim rijdt op Verona. Tessa is lekker bezig. En ja, video gemaakt vandaag. Tessa heeft springvirus te pakken geloof ik.
als wel doet, dan vindt Tess het zo leuk dat ze het gewoon blijft doen. Hoppa. Even stappen. Heel goed. En bedankt voor het kijken naar deze video. Morgen weer een nieuwe video, de zondagvideo. En ik zie jullie heel graag volgende week. Doeg!